En dan nemen we nu mee naar een buitengewoon aangenaam adres in Amsterdam. Naar een artistiek alleskunner. Hij is een begenadigd tekstschrijver, maar ook een veelgeprezen kostuumontwerper. Hij maakte decors en affiches en is bovendien een talentvol schilder. De laatste weken zag je hem opeens bijna overal. Van het journaal tot netwerk tot Twee Vandaag. Bijna elke rubriek had wel een item over deze Friso Wiegersma. En dat nadat hij zo lang in bijna volstrekte anonimiteit had geleefd. Wat we wisten was dat die Wiegersma de vriend was van wijlen Wim Sonneveld. Maar al die reportages riepen toch een hoop vragen op. Want wie was die aardige man nou eigenlijk? En vooral, waar komt die Wiegersma vandaan? Is hij bijvoorbeeld een kind van die Brabantse huisarts Wiegersma, die behalve als dokter ook naam maakte als schilder? En die ik me alleen al van televisie herinner vanwege zijn buitengewoon markante hoofd. Eigenlijk was Wiegersma dus vooral bekend als de jarenlange levensgezel van Wim Sonneveld. Schertsend noemt hij zichzelf ook wel de weduwe Sonneveld. Dit privéfilmpje is een van de zeldzame opnames waarop Sonneveld en een toen nog piepjonge Wiegersma samen te zien zijn. De student kunstgeschiedenis Friso werd een van Sonnevelds tekstschrijvers. Hij schreef de woorden voor nummers als Het Dorp, u weet wel over Het Tuinpad van mijn vader. En hij maakte de tekst van Nickele Nelis. Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man, dat liep veel te veel in de gaten, enzovoorts. Ze kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man, dat liep veel te veel in de gaten. En oh, 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 daar kwam narigheid van. Yeah. Friso Wiegersma, een kwart eeuw de partner dus van Wim Sonneveld. Die Friso had er alles aan gedaan om de aandacht van Sonneveld te trekken. Want toen hij in Amsterdam was gaan studeren, kocht hij van zijn weinige centen een week lang elke dag een kaartje voor het Leidse Pleintheater. Of het 7 of 8 voorstellingen waren, Wiegersma zelf weet het ook niet meer precies. Maar hoe dan ook, avond aan avond zat hij daar. De toen 22-jarige in De Peel geboren Friso. En hij staarde maar steeds naar die imposante verschijning op het toneel. En nu, 26 jaar na de dood van Sonneveld, is er de bundel Telkens weer het dorp. Met de teksten van Wiegersma. En hij vertelt daarin ook hoe die tot stand kwamen. Het eerste exemplaar kreeg de auteur uit handen van Willem Nijholt. Popje, kom eens op het podium. En in dat fantastische boek is van Willem Kan. Hier is het. Ik hoop dat jij er heel veel plezier aan zult hebben. En ook iedereen die het lezen zal. Van harte gefeliciteerd. Het is goed. Tout le monde was aanwezig bij het ten doop houden van Wiegersma's boek Telkens weer het dorp. De schrijver relativeerde zijn werk meteen door te refereren aan een voorstelling van Sonneveld in België. Na afloop zaten we in de kleedkamer toen een Antwerpse mevrouw naar binnen stormde die riep: "Ach, meneer Sonneveld, het was toch schoon." Maar het schoonst van alles was toch, ze kon het roken niet laten. Waarop Wim uit zijn mondhoek naar mij siste: "Ze rook aan iedere man." Een uiterst aangenaam huis in Amsterdam-Zuid. Woonpaleisje en zakenadres van Friso en de man met wie hij nu alweer een kwart eeuw zijn leven deelt, Hans van der Woude. Een leven waarin Wim Sonneveld ook nu nog 26 jaar na zijn dood zijn rol blijft spelen. Wiegersma had er destijds werkelijk alles aan gedaan om bij Sonneveld in de gratie te komen. Avond aan avond zat hij op rij 1 in het theater. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Hij moet jou toch op een gegeven moment gezien hebben van daar zit hij weer? Ja, maar dat was ook niet moeilijk, want als je in het Leidse Pleintheater op de eerste rij zat, dan stond Wim hier en dan zat ik daar. Die zat er echt zo bovenop. Dat, en hij moet toch ook gedacht hebben, wat is dat? Wat is dat? Ja, want er stond al gauw een zekere commotie op het toneel. Dat merkte ik wel. Ja, dat merkte ik wel. Van aanstoot en zo. En die juffrouw in de kassa, die riep ook iedere keer: "Oh, schijnt het erg leuk te vinden." En nou ja, en ook bij de 7e keer dacht ik, ja, dan moet er toch gauw iets gebeuren, want straks zijn mijn centen op. En oh, je was echt doelgericht bezig, dat wel? Doelgericht? Ja. Recht op het doel af? Ja. Maar hij nam uiteindelijk het initiatief. Hij dacht, nou, dan moet ik maar eens weten wie dat ventje is daar. Door een Freuze een briefje doen toekomen. Wauw, nou, dat is wel heel romantisch. Ja, en toen hebben we elkaar dan uiteindelijk dan opzij bij de artiesten gaan ontmoeten. Ik wist al lang dat ik homoseksueel was. Ik had een groot boek bij mijn vader in de kast. Maar je gaat me niet vertellen dat je het door dat boek wist? Ja. Homoseksualiteit van Magnus Hirschfeld. En er stonden ook hele vreemde kinderen. Klinkt heel aangenaam hoor, in het Duits vind ik. Ja, hele vreemde case. Nooit aan beginnen. Hele vreemde case histories in van dominees uit 1910... die het er zo moeilijk mee hadden en zo. Maar toen ik daarin las, toen dacht ik, ja, dat ben ik. Toen dacht ik, nou, er is een heel dik boek over geschreven. Zo ging die gedachte toch wel bij mij. Nou, dan zal ik heus wel de enige niet zijn. Wiegersma, 75 jaar. Taalkunstenaar en geboren verteller. Rond zijn 20e uit De Peel verhuisd naar de grote stad om daar iemand te worden. Eén keer goed rondkijken in de zitkamer en je weet wat het voorlopig eindresultaat is van Wiegersma's werkzaam leven. De collectie boeken staat voor zijn liefde voor het geschreven woord. En in die twee lijsten zie je de illustratie van het feit dat hij ontwerper was en schilder is. Deurne, Huize de Wieger. Een zeer fors uitgevallen pand, ook al had vader Wiegersma praktijk aan huis. Hier vind je ook het befaamde tuinpad van mijn vader. Een kast van een huis. Ruimte genoeg voor het katholieke gezin met 5 kinderen. En voor al die schrijvers en kunstenaars die hier maar al te graag langskwamen. Roland Holst, Nijhoff, Marsman. Een artistiek milieu dus. Met als middelpunt die kleurrijke persoonlijkheid, die evenzeer een eminent huisarts was als een getalenteerd schilder. Mijn ouders waren Bourgondisch, zoals dat heet. Ze waren van de grote sier. Pa was een flamboyante man, hè, ja, zeggen ze altijd. Mijn moeder eigenlijk ook wel. Oh, die was dan een flamboyante vrouw. Ja, dat had ze ook wel nodig. Anders was ze voetveeg geworden met zo'n man natuurlijk. Hij was wel aanwezig, hè? Ja, zeer, mag je zeggen. Op een gegeven ogenblik kwam hij opeens weer op televisie. En volgens mij was het voor jou onverwachts, dat je hem toen zag. Hoe kwam dat bij je binnen? Ja, dat kwam heel gek bij me binnen. Ik dacht, ze hadden me wel eens even mogen waarschuwen. Als ik aan het schilderen ben, en het heeft wat lang geduurd s'avonds, dan denk ik, ik zou toch wel weer eens een zieke juffrouw willen zien. En als ik een zieke juffrouw gezien heb de hele dag, dan denk ik tegen de middag, ik zou toch wel graag een kwast in mijn hand hebben. Dat is het spel wat ik dan speel. Dus met andere woorden, hou ik van allebei evenveel. En ik zeg u dat langs deze weg. En bestaat nu de mogelijkheid dat u dus binnenkort de praktijk bijvoorbeeld gaat opzeggen? Nooit! Nimmer. Nooit of nimmer zal ik mijn praktijk neerleggen. En voor ik het wist, sprong ineens mijn vader naar voren bijna uit de televisiekast. Een vette close-up. Ja, een vette close-up met doordringende stem die hij altijd had en doordringende blik. Toen zat ik dus daar alleen in die kamer. Toen kwam iedem zoveel jaren na mijn dood. Sprak mijn vader mij nog doordringend toe. En mijn eerste reactie was... Dat wil ik helemaal niet. Ik heb hem ook ogenblikkelijk afgezet. Ik schrok me rot. Hij was uit je leven. Ja, ik dacht, ja, dat moet nou niet meer, zeg. Vader Hendrik Wiegersma had een duidelijke voorkeur voor het portretteren van lang niet altijd even aantrekkelijk vrouwelijk naakt. Dat werk bleef ook voor de kinderen Wiegersma niet verborgen. Maar in Huizen de Wieger gold één taboe, vaders spreekkamer. Daar mochten de jongens zich onder geen beding vertonen. Dat was dus verboden terrein. En dat heb ik een keer... Natuurlijk, dat doe je dan toch. Op mijn 14e of zo heb ik dat gedaan. En toen hoorde ik ineens voor het eerst hoe die met de patiënten omging. En toen was ik ontzettend trots op hem. Wat dacht ik, wat doet die man dat goed? Wat is die aardig tegen die mensen? Neemt die toch een geduld ervoor? Over dat geklaag van zo'n boerenvrouw. En dan stelt hij zo'n mens gerust. En dat komt best in orde. En zo. En dan voor iedereen rust de tijd. Maar dat betekent dat hij dus als arts misschien een andere man was dan als vader? Ja, beslist wel. Want hij was vreselijk opvliegend. Hij was vreselijk gooierig. Als hem iets niet beviel, dan vloog er altijd etenswaren door de kamer. Hoe was het toen bleek dat jij homoseksueel was? Is dat iets wat je moest vertellen? Dat had ik niet in mijn hoofd om dat te vertellen. Dat was dat nog niet aan de orde, want ik kende Wim eigenlijk nog maar heel kort. Maar van Wim was dat natuurlijk vrij notoire, dat hij dat was. En toen ik heb nooit geweten wie dat waren, maar dat zijn dus tussen aanhalingstekens goede vrienden. Die hebben dan mijn ouders opgebeld om te zeggen... weet je wel dat Friso omgaat met Wim Sonneveld? Dat zijn wel hele goede vrienden geweest. Kant op, dat hoort niet. Ja. Nou waren mijn ouders natuurlijk artistieke lieden... en mijn vader was dan nog arts. Maar toch, ze wisten het natuurlijk niet echt. Wat ze ervan hoorden, waren natuurlijk juist de meest extravagante gevallen of de schandalen. Of weet zoals, ik vertel. Ja, nee, maar ja, wat er dan hele extravagante nichten in Parijs of weet ik veel wat. Ja. Even heb ik nog gedacht dat er misschien een invloed uitging van de manier waarop jouw vader naakte vrouwen tekende. Hè? Want hij tekende er heel veel en lang niet altijd even flatteus, hè? Nee, maar dat heeft toch niks mee te maken. Dat had geen invloed. Nee, dat had geen invloed. Nee, maar ik had al lang gemerkt dat ik toch voor jongens viel. Dat kan dan later wel weer veranderen. Dat kan ook een soort jeugdhomoseksualiteit zijn. Maar dat was bij mij toch niet. Maar het was toch wel een katholiek gezin, hè? Was pa echt een goede katholiek? Nee. Mijn vader was zeker helemaal niet erg katholiek. Is op een gegeven ogenblik onder een preek, onder het roepen van gelul tijdens een preek. In de kerk? In de kerk. Kijk, dat moet veel vaker gebeuren. Weggegaan. En hij heeft dat toch nog gerooid, want die pastoors in die tijd waren die hadden ons grote macht in zo'n dorp. Dus als hij niet zo'n gezochte dokter was geweest, hadden ze aardig broodroof bij hem kunnen plegen, hoor. Ja. Maar het is nou ook wel wat, als de arts van het dorp opeens in de kerk tijdens de preek roept, wat een gelul. Ja. Hè, dan is er wel revolutie in Deurne. Ja, natuurlijk revolutie. Maar hij had de kracht dat hij hij was echt een hele goede arts. Hij was daarbij zeer charismatisch. En wat zijn hoofdpunt voor een heel groot gedeelte van de bevolking was, was dat hij zo goed bevallingen kon doen. En in dat katholieke dorp in die tijd werd er natuurlijk tegen de klippen op bevallen. Dat begrijp je zeker wel. Dus die vrouwen, die wouden hem niet kwijt. Die vrouwen wouden hem per se voor die bevallingen hebben. Dus hij was voor de kerk ook verschrikkelijk belangrijk. Ja. Want iedere keer als hij iemand ter wereld bracht, was er weer een zieltje bij. Ja. Precies. Na het afbreken van zijn studie kunstgeschiedenis werd Wiegersma gevraagd om affiches te ontwerpen. Hij stelde tentoonstellingen samen en hij maakte zijn eerste decors. Het duurde niet lang of hij maakte die ook voor het grote toneel. Het zou Sonneveld zijn die hem de kansen van zijn leven bood. Zoals het ook Sonneveld was die hem later zou vragen om teksten voor zijn shows te leveren. En het was ook op instigatie van Sonneveld dat Friso zich waagde aan het ontwerpen van kostuums. Ja, de kostuums. Het Sonneveld Cabaret was er ook beroemd om. Niet alleen de teksten, maar de aankleding speelde ook een hele grote rol. En Friso heeft daar een grote rol in gespeeld. Als kostuumontwerper werd Friso nauwelijks gehinderd door kennis of ervaring. Hij deed het onbevangen, zuiver op gevoel. De brutaliteit van de jeugd, hè? Ja. En ook de naïviteit, de brutaliteit van een naïef iemand. Als ik je nu zo zie, lijkt je namelijk veel minder brutaal en naïef dan je in die tijd geweest moet zijn. Ik was wel brutaal in die tijd. Ik was ook heel extrovert over mijn homoseksualiteit. Ja. Ik droeg ook altijd hele extravagante kleding. Oh, dus je wilde het wel weten? Ja, ik wou daar best mee experimenteren. Ik wou het best laten zien ook. Kon me allemaal niks schelen. Dat was ook eigenlijk wel nuttig voor Wim, want die kwam natuurlijk uit een generatie, en ook nog omdat hij katholiek was geworden, ook nog, die daar een soort schuldgevoel over had. Ik zei, ja zeg, een verhouding op basis van schuldgevoelen, daar heb ik toch niet veel zin in. Een mooie zin. Ja. Het punt was dat mijn moeder dacht dat ik een outcast zou worden. Daar ging het. Dat ik het moeilijk zou krijgen sociaal daarmee. Dat woog voor hun het zwaarst. Dat woog voor hun het zwaarst. Nou was dat niet helemaal onzinnig, want dat was omstreeks 50... Toen was dat natuurlijk nog lang niet zo in de openbaarheid en nog lang niet zo gewoon gevonden enzovoort. Nou, toen heb ik gezegd, ja, dat moeten we dan maar zien. Ik verander toch niet en ik hou nou eenmaal van die man, net zoals jij van vader gehouden hebt. Nou, toen ben ik de volgende dag weggegaan. En toen, het was een knappe vrouw en ze was uitermate modieus. Het was net het begintijd van de nieuwe look. Dus ze is in haar beste nieuwe lookjurk, is de volgende 2 dagen of 3 dagen daarna, is ze bij haar nieuwe schoonzoon op visite gekomen om te kijken waar ik in terecht was gekomen. En die vielen reuzen voor elkaar. Wim die vond mijn moeder enig. En mijn moeder vond Wim natuurlijk enig, want Wim was natuurlijk een leuke man. Ja. Dus toen is er daar ook nooit meer over gepraat. En toen kwamen de teksten voor Sonneveld en ook voor anderen. Met als meest in het oog springende resultaat het dorp. Iedere keer als Friso in Deurne terugkwam, zag hij dat steeds meer dorpse elementen verdwenen waren. Daar maakte hij een tekst over, op een Franse melodie. Hoe klinken de eerste regels uit jouw mond? Niet gezongen, maar gezegd. Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dat is het begin. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. Hij kwam natuurlijk altijd op de tweede plaats, naast Wim. Maar dat deed hij ook zo goed. En dan zag je ook weer dat daaronder zo'n geweldige band was. Dat, ja, en dat samenwerken, dat was... Oh. Ik vind het erudiete van die man en die blije kop. En het is gewoon een stuk om naar te kijken. Of die nou wel 75 is of 10 jaar jonger. Ik ben weg van die vent. Klaar. Mijn band met Friso is dat ik het zo'n verschrikkelijk lieve aardige man vind. En zo'n begaafde man en zo'n alweter, een erudiete man. Maar bovendien, ja, gewoon een ontzettende schat. Hij is nu al 26 jaar dood. Ik neem aan dat je al misschien wel een kwart eeuw bijna een andere relatie hebt. En altijd word je als een soort Jackie Kennedy, heb je zelfs wel eens gezegd, herinnerd aan de Kennedy met wie je geleefd hebt. Hè? Ja, dat raak je nooit meer helemaal kwijt. Maar ik... Is het voor degene met wie je nu leeft niet bijvoorbeeld heel lastig dat het altijd weer ter sprake komt? Nee, dat vind ik helemaal niet lastig. Dat is ook een hele lieve, aardige kant aan hem. Want dat dacht ik van het begin af aan al. Dacht ik zit nog tot weer in hetzelfde vak. Ja. En dan wordt er alsmaar over Wim geluld natuurlijk. Ja. Dat is onvermijdelijk. Wat vervelend. Toen zei hij, oh nee, dat vind ik helemaal niet vervelend. Dan zei hij dan, want de man die je nu bent, en waar ik dus reuze op val, die is voor een deel door die andere man gevormd. Dus dat is eigenlijk wel... ben ik daar wel dankbaar voor. En hij was ook altijd een reuze fan van Wim. Dus dat is nooit een punt geweest. Een hele lieve opdracht van Friso gekregen. Voor Jos Brink, de toekomstige vertolker van Sonneveld van Friso. Dan denk ik, nou... Friso, geboren in een Brabants artsengezin met 5 jongens... met een charismatische vader die goed kon schilderen. En bij wie dus ook regelmatig grote schrijvers op bezoek kwamen. Kwam daar misschien Friso's schrijverstalent vandaan? Ik had natuurlijk op school een hele... Het gymnasium Alpha-kant was natuurlijk een hele literaire opleiding, ja. Eigenlijk. Het ging alleen maar bijna over taal. Je moest ook de Grieken uit je hoofd leren. Ja, ja. Andra mooi en uit je hoofd leren. Andra mooi en op ja, oh god, jij ook al. Ja. Ook al nee, ja, goed, nee, ik test altijd of iemand het nog weet. Mousa polutopon. Osmala, Apollo, Plank, Petrius, Hion, Tolietron, Epersa. Voilà, dat was hem. Hoe lang is dat hier geleden, zeg? Ja. Mede door Friso's tekst werd het dorp zo ongeveer heilig verklaard. Tot een eigentijdse groep als De Vliegende Panthers het nummer ontdekte... en we opeens met een heel ander soort dorp geconfronteerd werden. Zag ik de hoge bomen staan. Zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter. De oudere garde, die ging allemaal van kan dat wel en dit en dat. En toen was het gelukkig dat Friso toen een keer naar onze voorstelling kwam en die was helemaal lyrisch. Dus toen hadden we toch een beetje, voor ons gevoel, een beetje ons gelijk gehaald. Zo van, ja, als er iemand scheidsrechter mag zijn in deze discussie, dan is hij het. En hij was helemaal enthousiast, dus dat vonden we wel leuk als we dat andere oudjes hoorden zeggen dat wij zijn nummer kapot hadden gemaakt. Maar dat is dus volgens mij helemaal niet waar, maar dat is erg mooi. Er was een kind en wist niet beter. Oh, ik was een kind en ik wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Voor de film Rooie Stien had componist Ruud Bos een lied gemaakt. Friso zou de tekst voor zijn rekening nemen. Het moest gaan over een vrouw die in het leven nogal wat klappen had opgelopen. Die melodie had hij dus voor de film al. Dus, ja, nou. Dus daar loop je dan hiermee door het huis? Ja, daar loop ik mee door het huis, want ik dacht dat zijn die 3. noten, die komen in het midden terug en op het eind terug. Dus daar moeten dezelfde woorden op, dat was nogal duidelijk. En daar ben ik eerst over gaan zeuren bij mezelf. Dus ik heb vroeg of laat, nu of nooit, dag en nacht, weet ik veel wat ik er allemaal opgezongen heb. Tot ik telkens weer had. En toen dacht ik, that's it. Wat er telkens weer moest gebeuren, wist ik toen nog niet, maar dat was het. Ja. En hoe klinken die regels uit jouw mond? Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik, er komt er één waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Dat was het. En dan is er Friso de Schilder, die in de voetsporen treedt van zijn vader. Schilderen is misschien wel zijn grootste hartstocht. Vooral omdat hij hier zijn gang kan gaan en die niet gebonden is aan deadlines of aan de strikte eisen van een melodie. Met schilderen heb je daar niet mee te maken, daar kun je zo eigenwijs zijn als je wilt. Je kunt er zo lang en zo kort mogelijk over doen als je wilt. Je kunt er zo brutaal in zitten rotzooi als je wilt, want niemand vraagt ernaar. Tenminste bij mij niet. Het is puur voor mijzelf. En je bent graag eigenwijs. Ja, de brutaliteit van vroeger. Dat ben ik bij liedjes ook nog wel eens geweest. Ja. De brutaliteit en de naïviteit van vroeger hebben plaatsgemaakt voor eigenwijzigheid. Ja, ik ben in bepaalde punten. Niet in het dagelijks leven ben ik niet eigenwijs, want ik per se me gelijk wil hebben. Maar ik ben wel heel eigenwijs in wat ik wil in artistieke zaken. Oh, zwaar. Klinkt zwaar. Ja, ja, maar begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En Wiegersma maakt mooi werk. Zo zal het jongetje uit De Peel, dat op zijn 16e al optrad als gelegenheidsdichter voor verjaardagen, bruiloften en partijen, toch vooral ook de geschiedenis ingaan als een buitengewoon veelzijdig man. Nu het boek van zijn leven er is, zal Friso zich nog meer kunnen toeleggen op het schilderen. Wie dat allemaal weet, beseft dat Wiegersma andere kwalificaties verdient dan door het leven te moeten als de weduwe Sonneveld. Met wie hij vlak voor diens dood het verdriet deelde over een totaal mislukt filmavontuur. Als we nog heel eventjes over Wim hebben. Ik heb altijd gedacht dat het eind van zijn leven mede bepaald is door het feit dat die film van hem op het laatst geen succes had, hè, op de Hollandse Tour. Ik ben wonderlijk genoeg bij de première geweest, vraag me niet hoe ik daar terecht kwam. De allereerste voorstelling. En het was ook, op een of andere manier, had het iets gênants. Ik weet niet hoe jij het beoordeeld hebt. Ja, het was geen goede film. Want iemand die zo groot was en die zoveel op het toneel betekende, het deed gewoon pijn. Heeft dat invloed gehad op het feit dat hij eigenlijk zo verschrikkelijk jong overleden is? Of vind je het geen factor? Nou, ja, kijk, leuk heeft hij het niet gevonden. Kijk, het was geen mooie film. Dat hoeft voor mij ook niemand te zeggen. Maar de manier waarop de pers over hem heen is gevallen, was vaak buitengewoon onaangenaam, een persoonlijke aanval. Zoals Wim Kan dat met zijn laatste oudejaarsconferentie heeft moeten meemaken. Ook heeft meegemaakt. Dan krijgt de pers ineens iets van, we zullen je krijgen. Je denkt zeker dat je altijd goed bent en nou zullen we je een opzoden te verkopen. Wat is dat? Wat is dat toch? Waar komt dat vandaan? Ik weet het niet. Dat gebeurt bijna in ieder... In ieder artiestenbestaan gebeurt dat wel eens. Dan hebben mensen, en dan is het net of iedereen het tegelijkertijd doet. Ja. Hij trok zich dat toch aan. Hij heeft daar ook nog tegen ingeschreven in de krant. En daar heb ik hem altijd vreselijk ontdraaid. Ik zei, dat moet je nou niet doen, laat het dan maar rusten. Hij heeft er wel een opdonder van gekregen, dat is zeker waar. Hij was 56 toen hij overleed? Ja. Jij schreef toen het lachen dat we samen deden. Ja. Waar haalde je die inspiratie vandaan? Hoe kon je zo snel daarna zo'n lied schrijven? Nou, dat is ook om van je afschrijven. Toch. Ik dacht, ik moet daar iets mee doen. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. En wat we waren, ik en jij, is onherroepelijk doorgesneden. Nu is de winter ingetreden, een bar en bitter jaargetij. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. Maar uit een ver voorbij verleden komt altijd weer omhoog in mij, als water in een woestenij. Een lachen, lachen zonder reden, het lachen dat we samen deden. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. En wat we waren, ik en jij, is onherroepelijk doorgesneden. Het emotioneert je nog als je het zo voordraagt, merk ik. Ja, natuurlijk emotioneert. Het zijn emotionele momenten. Dat is net zoals ik me ook nog eeuwig zou blijven herinneren toen ik hoorde dat mijn broer verdronken was. Toen ik hoorde dat mijn moeder plotseling gestorven was. En ik zal natuurlijk nooit het moment vergeten dat ik 's morgens om 8:30 werd opgebeld door het ziekenhuis. Waar iedereen dacht, oh, het gaat goed met Sonneveld. Ze zei, wilt u ogenblikkelijk komen, het gaat met de heer Sonneveld niet goed. Toen dacht ik, die zie ik niet meer levend terug. Dat was ook zo. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ja, Friso Wiegersma, mooie man. Zo'n portret vraagt natuurlijk om een uitvoering van een van die nummers waarvoor Wiegersma de tekst schreef. Nou, behoort telkens weer, zoals Willeke Alberti dat zingt, tot mijn absolute favorieten. Maar bij Wiegersma's boek zitten 2 cd's. En op een daarvan kwam ik een wel zeer opmerkelijke versie tegen van Telkens weer. Gezongen door René Froger. Het was een hele oude opname. René zelf wist niet eens meer dat die bestond. Maar toen we hem vroegen of hij dat prachtige stuk toch nog voor 1 keer wilde komen zingen, zei hij meteen ja. En hij had direct het plan om dat samen te doen met pianist Jan Veen. En in de uitvoering van die bijzondere, eenmalige combinatie is dit telkens weer.